Welkom bij deze voorlichting over loopbaanoriëntatie en begeleiding in het schooljaar 2021-2022. Door middel van deze presentatie zal ik proberen duidelijkheid te geven over het begrip LOB. Wat houdt LOB nu precies in? Aan welke loopbaancompetenties ga je werken? Wat zijn de verschillende doelstellingen per leerjaar? En waarvoor kan je terecht bij de decaan of de LOB-coach? Onder loopbaanoriëntatie en begeleiding, LOB, verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee het Lodewijk College haar leerlingen wil ondersteunen bij de keuzes voor een verdere loopbaan. Bij LOB leren jullie na te denken over het vervolg van jullie studie en de mogelijke beroepen. In het derde leerjaar hebben jullie hiervoor al de eerste aanzet gegeven door middel van het maken van de profielkeuze. In de bovenbouw van de HAVO of het VWO zullen stappen gemaakt en gezet moeten worden richting de vervolgopleiding. En hiertoe is het belangrijk dat je weet waarom LOB bestaat, wat het doel is van LOB en bij wie je terecht kan als je hulp nodig hebt in dit proces. Om een waardevolle plek te verkrijgen op de arbeidsmarkt heb je loopbaancompetenties nodig. Het zijn vragen naar de competenties, de vaardigheden en talenten die je hebt en wilt ontdekken op de route naar je ideale beroep. De vijf bekwaamheden waarop LOB zich richt en die sturing geven aan het ontwikkelen van talent zijn kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. In het overzicht op deze dia heb ik de indicatoren per loopbaancompetentie puntsgewijs in beeld gebracht. Het doel voor jou is om ervoor te zorgen dat je bij het verlaten van het Lodewijk College over zoveel mogelijk van deze indicatoren beschikt. Laten we eerst even kijken naar de kwaliteitenreflectie. Dit betreft het nadenken over wat jij wel of niet kan en hoe je kwaliteiten kunt inzetten in je studieloopbaan. Je reflecteert op persoonlijke eigenschappen, competenties en vaardigheden. Wat vind jij nu belangrijk in het leven? Waar haal je voldoening uit? Wat is voor jou nodig om prettig te kunnen werken of te studeren? Het doel is dat je leert ontdekken wat jouw passie is. En vraag ook andere mensen om feedback te geven over jouw kwaliteiten. Dit kan zijn de decaan, de LOB-coach, de mentor, maar ook docenten, medestudenten of familieleden. Daarnaast kennen we de motievenreflectie. En hierbij is het doel om jouw talent te ontdekken. Het gaat over het nadenken over de wensen en waarden die van belang zijn voor jouw loopbaan. Het gaat om bewustwording van wat voor jou belangrijk is in het leven en waar jij voldoening uit kan halen om prettig te kunnen werken. Met andere woorden, waar ga en sta jij voor? En waarom dan? De derde loopbaancompetentie gaat over werkexploratie. En dit is het onderzoeken van eisen en waarden in toekomstig werk en de mogelijkheden om te veranderen van werk. Je gaat op zoek naar een studie waarin persoonlijke kwaliteiten, normen en waarden aansluiten bij de ontwikkelingen die in een toekomstig beroep kunnen voorkomen. Het betreft dus een gemotiveerde zoektocht naar waar jij het meest op je plek bent. De vierde loopbaancompetentie is loopbaansturing. Dit staat voor het plannen, beïnvloeden en bespreken van leren en werken gericht op jouw loopbaanontwikkeling. Jullie ontwikkelen de competentie om zelf verantwoordelijkheid te nemen en om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven, te behouden of te wijzigen. En je bent hierbij zelf aan zet. Hulp kan je uiteraard vragen aan de mentor, de LOB-coach of de decaan. De laatste loopbaancompetentie betreft netwerken. En deze competentie staat voor het opbouwen en onderhouden van contacten op de arbeidsmarkt gericht op de eigen loopbaanontwikkeling. En het is handig om netwerkcontacten te gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, werkmogelijkheden en om feedback te verkrijgen op jouw functioneren. In het vierde leerjaar van de HAVO of het VWO is het van belang dat je start met de zoektocht naar jouw vervolgopleiding. En het doel is dat je zoveel mogelijk informatie probeert in te winnen over mogelijke vervolgopleidingen en dat je in ieder geval in staat bent om te komen tot een duidelijke studierichting, qua sector. En voorbeelden van sectoren zijn onderwijs en opvoeding, taal en communicatie, cultuur en kunst, recht en bestuur, economie en bedrijf, gedrag en maatschappij, gezondheid, leven en omgeving, exact en informatica
en ontwerpen en constructie. En aan het eind van die vierde klas probeer je in ieder geval 5 tot 6 opleidingen te selecteren die jij op dat moment het meest interessant vindt om mogelijkerwijs te gaan studeren. En waarvan je in ieder geval nog meer wilt weten. Het starten met oriënteren is iets dat je grotendeels zelf zal moeten doen. De bedoeling is dat je open dagen, meeloopdagen, informatiedagen gaat bezoeken om erachter te komen of een bepaalde opleiding daadwerkelijk aansluit bij jouw wensen. En verlof voor dit soort dagen kan je aanvragen bij de decaan, dat is mevrouw Pauwels, of bij de LOB-coach, meneer Van der Steenen. Zorg ervoor dat je in ieder geval minimaal 2 van dit soort dagen bezoekt in het vierde leerjaar en dat je ook reflecteert op deze bezoeken. Verder kan je informatie, studiekeuzegidsen opvragen bij de decaan of de LOB-coach. Een ander mooi platform is de website studiekeuze123.nl. Hier kan je zoeken naar alle opleidingen in Nederland op basis van jouw studieniveau en profiel. Je kunt zelfs nog verder filteren op basis van sector, studieplaatsen, etc. Daarnaast zijn jullie allemaal verplicht om een loopbaandossier aan te leggen op de OneDrive. En dit loopbaandossier deel je met de mentor, de decaan en de LOB-coach. En je gaat hier alles verzamelen wat jij doet op weg naar de keuze van jouw vervolgopleiding. Denk hierbij aan verslagen van LOB-evenementen, LOB-gesprekken, uitslagen van interessetesten, bezoeken van een open dag, meeloopdag en opdrachten die uitgezet kunnen worden door de decaan of de LOB-coach. Volg je het VWO, dan ga je in de 5e klas verder met het bezoeken van open dagen en meeloopdagen en verdiep je jezelf nog verder in de studiemogelijkheden waarin jij geïnteresseerd bent. Uiteindelijk probeer je het aantal keuzes te reduceren tot maximaal 3 vervolgopleidingen. Zit je in het examenjaar HAVO 5 of VWO 6, dan zal je een definitieve keuze moeten maken. Ook gedurende dit schooljaar kan je uiteraard nog meerdere open dagen of meeloopdagen bezoeken. Belangrijk is ook dat je de informatiebijeenkomst bijwoont van de decaan omtrent de inschrijving voor een vervolgopleiding en alles wat daarbij komt kijken. Ten slotte werk je dus ieder jaar jouw loopbaandossier bij op de OneDrive. En mocht je echt vastlopen in het keuzeproces, neem dan spoedig contact op met de decaan of de LOB-coach. Op het Lodewijk College is mevrouw Pauwels vanaf het schooljaar 2021-2022 de decaan voor alle afdelingen. Zowel het VMBO als de HAVO als het VWO. En jullie kunnen bij haar terecht voor het aanvragen van een pakketwijziging, het aanvragen of stopzetten van een extra vak, informatie omtrent studies in Nederland, het MBO, het HBO of het WO, maar ook informatie omtrent studeren in België. Verder kan je terecht voor een overstap naar een ander niveau of een ander leerjaar binnen het Lodewijk College. Hierbij valt te denken aan een leerling die momenteel in HAVO 5 zit en na het behalen van het HAVO-diploma graag de overstap wilt maken richting het VWO. En zij zal dan zorgen dat al die stappen goed gezet worden. Verder regelt ze ook de overstap richting een FAVO. Dus leerlingen die misschien gezakt zijn voor het eindexamen op 1 vak, die zal ze wel of niet uitbesteden aan een SCALDA om te zorgen dat ze daar bijvoorbeeld alleen dat ene vak nog moeten verbeteren om uiteindelijk toch een diploma te kunnen halen. Ze zal ook informatie verstrekken over studiefinanciering, het aanvragen van een OV, het inschrijven voor een vervolgopleiding en het aanvragen van cijferlijsten voor numerus fixus studies. Verder geeft ze voorlichting aan jullie in 1-op-1 gesprekken, maar is ze ook gesprekspartner voor de ouders op het gebied van studiekeuzes en vervolgopleidingen. Andere taken zijn het verzorgen van plenaire voorlichtingen aan ouders en personeel, het versturen van informatieve brieven en mails met betrekking tot LOB en het aansturen van alle evenementen met betrekking tot LOB. Nou, mevrouw Pauwels is bereikbaar op de maandag, de dinsdag, de donderdag en de vrijdag en ze is dan werkzaam in kantoor B06 tegenover de personeelskamer. Via de mail is ze te bereiken op pau@lodewijkcollege.nl.
Vanaf het schooljaar 2021-2022 is er ook een LOB-coach voor alle leerlingen van de HAVO en het VWO. En jullie kunnen terecht bij de LOB-coach voor adviesgesprekken met betrekking tot de keuze van een profiel of een vervolgopleiding. Verder ondersteunt de LOB-coach de decaan bij de organisatie van LOB-gerelateerde evenementen en zal hij opdrachten uit gaan schrijven en controleren met betrekking tot LOB-gerelateerde activiteiten. Belangrijkste voor jullie als leerling is dat je naast de decaan dus ook bij de LOB-coach kan aankloppen als het gaat over vragen met betrekking tot een vervolgopleiding. Meneer Van der Steen zit ook in kantoor B06 tegenover de personeelskamer en is daar op woensdag en vrijdag. Een afspraak maken kan via jst@lodewijkcollege.nl. Mocht je naar aanleiding van deze presentatie toch nog vragen of opmerkingen hebben, zorg dan dat je contact opneemt met de decaan, de LOB-coach of jouw persoonlijke mentor. Ik wens je in ieder geval heel veel succes in dit komende schooljaar en bedankt voor jullie aandacht.